We staan hier bij de Douglas planken die wij gebruiken voor de productie van onze boerenpoorten. Ons Douglas komt uit Frankrijk. We laten dat hier binnenkomen en we kunnen het niet meteen gebruiken. Het heeft namelijk nog wat tijd nodig om te drogen. We laten ze wat dikker binnenkomen en wat breder dan de daadwerkelijke plank die in de poort zit. En dat komt omdat als het gaat drogen, dan krimpt het wat. Het kan wat krom trekken. En op die manier hebben we wat speling om de planken mooi recht te zagen en naar de juiste dikte te schaven. Dit zijn onze eiken planpalen. Deze komen uit Frankrijk. We hebben die in twee verschillende diameters, in de 15-15 variant en in de 20-20 variant. Beide diameters zijn voorzien van een diamantkop, een punt. En de hoeken van de palen die zijn gebroken, dus daar zit een klein randje aan gefreesd. We hebben ze in twee verschillende lengtes, zowel de 15-15 als de 20-20. We hebben ze in 2,10 meter en we hebben ze in 2,80 meter. De 2,10 meter volstaat eigenlijk voor het plaatsen van de boerenpoort in de standaardhoogte. Wanneer neem je 2,80 meter? Dat kan zijn op het moment dat de grond niet vast genoeg is. Als het dicht bij een sloot zit bijvoorbeeld. Of als u wil dat de paal, dus de poortpaal, een heel stuk hoger uitsteekt dan de poort. Dan heeft u meer lengte nodig en dat lukt dat niet met 2,10 meter. En dan is een 2,80 meter te adviseren. We staan hier bij de boerenpoort 5 niveau rechtmodel. Rechtmodel houdt in dat de verticale staanders niet uitsteken. Dus dat je een vrij strakke bovenkant krijgt. De maten zijn 2,5 dik bij 13 breed. De kleur hoe je de poort nu ziet is de Douglas kleur. Dus een klein beetje roze zit erin. Echter gaat het hier om onbehandeld hout. Al ons hout is onbehandeld. Wat inhoudt dat uiteindelijk de poort vergrijst. Dus je krijgt gewoon een grijs gekleurde poort. Dan wil ik nog wat vertellen over de draairichting van de poort. Deze poort is een rechtsdraaiende poort. Dat betekent dus dat die gekeken vanaf de mooie kant van de poort, dus deze kant, scharniert hij aan de rechterkant en draait hij van je af, draait hij open. Nou, hoe wordt de poort in elkaar gezet? De planken worden allemaal op maat gezaagd en vervolgens is het aan de jongens in de werkplaats om de planken aan elkaar te maken en tot de poort. Dat doen we door middel van RVS schroeven en lijm. Dus op alle delen waarbij het hout samen in contact komt, daar zit ook lijm tussen. En er zitten op die plekken waar ze samenkomen, zitten 5 schroeven. We kiezen hiervoor omdat het extra stevig is. En daarnaast is het dat het aanzicht heel strak is en dat je geen onderbrekingen hebt, behalve dan van de doppen van de scharnieren. En voor de rest zie je eigenlijk alleen maar hout aan de mooie zijde van de poort. U kunt bij ons op de website de poort samenstellen. U maakt eerst de keuze welk poortmodel u wil en vervolgens de breedte. Daarnaast kunt u kiezen of u de planpalen bij wilt hebben, scharnierwerk en u heeft de keuze wel of geen verzwaarde onderbalk. Wat houdt nou een verzwaarde onderbalk in? Dat betekent op de onderste plank van de poort dat de planken dubbel gemaakt worden. Dus over de hele breedte van de poort krijg je 2 planken in plaats van 1 plank. Dit doen we omdat op het moment dat je hem gaat automatiseren, komen er heel veel krachten op de onderste plank. En als je dat alleen op een enkele plank zou doen, is het eigenlijk net iets te veel belastend voor 1 plank. Dus in ieder geval succes met de keuze en mocht er nog vragen zijn, kunt u ons altijd bereiken.